Oh jongens, wat is het toch koud buiten. Echt, mijn handschoenen helpen niet meer. Mijn oren zijn ook helemaal bevroren. Maar goed, eigenlijk mag ik niet klagen, want ik vind de winter hartstikke leuk. En vooral als het sneeuwt. Maar ja, je moet je gewoon goed voorbereiden op de kou. En dat heb ik vandaag wel gedaan, maar het had iets beter gekund. Dus daarom heb ik wat tips voor jullie. Als eerste, heb je wel eens last van koude handen of vingers? Trek dan gewoon in plaats van één paar, twee paar handschoenen over elkaar heen. En leg ze ook voordat je naar buiten gaat even op de verwarming. Heb je gegarandeerd warme handen. En datzelfde geldt natuurlijk voor je sokken. Als je nou je sokken even op de verwarming legt en gewoon twee paar aantrekt, heb je ook sowieso warme voeten. Maar het vervelendste vind ik nog wel, koude oren. Wat doe je daartegen? Want echt, die wind suist om je oren, je krijgt koude oren, rode oren, ze gaan tintelen. Echt helemaal niet fijn. Dus wat doe je dan? Ik zet een muts op, dat heb ik al, maar dan nog heb ik koude oren. En daar heb ik dus iets op bedacht. Kijk, ik zet gewoon mijn koptelefoon over mijn muts. Op mijn oren heb ik gegarandeerd warme oren en heb ik ook nog meteen een leuk muziekje erbij. Dus als ik dan ergens bij het stoplicht sta te wachten, kan ik meteen een dansje doen. Krijg je het sowieso warm van. Top tip. Doeg! Ja, dit...